Dinsdag is altijd een drukke dag voor onze collega's van de nieuwsdienst. Want naast de vertrouwde nieuwsbulletins brengen ze ook reportages over de actualiteit. Danny Verstraeten, uw vertrouwde gastheer van Telefax, wacht u op in de studio hiernaast. Dinsdag 30 september, Telefax brengt vanavond de volgende reportages. De reuzen van de weg eisen doden. Is de druk voor de chauffeurs te groot of rijden er te veel onervaren truckers op onze wegen? Ze komen van school en ze willen onmiddellijk al met een grote vrachtwagen rijden. Patiënten dagen hun arts wegens beroepsfouten voor de rechter. Medische blunders. Krijgen gedupeerden een schadevergoeding of zijn artsen onaantastbaar? Nu loopt dat al meer dan 7 jaar en ik heb nog geen oplossing. Ze laten zich pijnigen om te genieten. Sadomasochisme. Een onschuldig machtsspel van meesters en slaven of perverse seks. Goedenavond. Er gaat de jongste tijd geen dag voorbij zonder ongevallen op onze wegen waarbij vrachtwagens betrokken zijn. Ook vanmorgen nog op de E17-autosnelweg in De Pinte. Bij de 3 meest dramatische ongelukken met truckers van de voorbije 2 weken vielen in totaal zelfs 12 doden. 3 op de Brusselse ring, 3 in Ruddervoorde en nog eens 6 opnieuw op de Brusselse ring. Telkens reed een vrachtwagen in op een stilstaande file. Het vertrouwen van de doorsnee-automobilist in de vrachtwagenchauffeur heeft een flinke knauw gekregen en dat vertrouwen was al niet erg groot. Truckers worden vaak vereenzelvigd met cowboys. Loopt er wat fout in de wereld van het wegvervoer? Zijn de chauffeurs onvoldoende met hun vak bezig of zijn ze zich niet bewust van de risico's? Olivier Wille zocht de truckers op. En dit is wat er volgens hen schort. De voorbije weken zijn bij nachtelijke ongevallen met vrachtwagens meer dan 10 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook gisteren en vanmorgen was het vrachtwagenverkeer weer verantwoordelijk voor monsterfiles. Er zijn zodanig veel camions bijgekomen en vrachtwagens en van alles. Iedereen reed tegenwoordig met een vrachtwagen, kunde of niet. En die reden maar, die keken niet meer rondom zich. De jaloersie die er gekomen is, de een kan een beetje meer of de anderen. Het heeft er allemaal geen goed aan gedaan. Is de concurrentie moordend? De concurrentie is heel moordend. Ik denk trouwens dat dat een van de pijlers is waarop dat het niet meer gaat. Willy is al 9 jaar zelfstandig transporteur. 5 jaar geleden was hij zelf het slachtoffer van een aanrijding door een collega-chauffeur. Ik was een afdaling aan het nederdalen. Een collega van mij, waarschijnlijk in slaap gevallen, is gewoon achterop ingereden. Met het gevolg dat hij overleden is aan de klap. Als Willy nu de weg opgaat, kijkt hij met andere ogen naar de weggebruikers. Indien men het niet ingepompt is, het gevaar wat men kan veroorzaken door snelreden, roekloos reden. Daar komt het op neer. Het is niet enkel alleen maar ik moet de eerste zijn, ik moet zo snel mogelijk weg zijn, ik moet de eerste thuis zijn. Iedereen wil naar huis, iedereen moet op de weg, iedereen moet de weg kunnen gebruiken, maar niemand kan nog iets verdragen van niemand. Het transportbedrijf De Voogd in het West-Vlaamse Aalter. In nauwelijks 6 maanden werden 3 vrachtwagens van dit bedrijf in de prak gereden. Telkens zat een jonge chauffeur achter het stuur. De kwaliteit van de opleiding wordt hier zwaar in vraag gesteld. Ervaren zijn ze zeker niet als ze uit een school komen. De ervaring kun je eigenlijk echt maar opdoen in de praktijk. En daar ligt natuurlijk juist het grote probleem. Vooral iemand die 18 jaar is, die heeft pas een rijbewijs om met de personenbewagen te rijden. En ze mogen dan eveneens ook met een vrachtwagen rijden. Maar je leert pas het verkeer onder de knie krijgen als je rijdt natuurlijk, hè. Die jonge gast is van 18 jaar te fit jong voor te beginnen. Ze zouden eerst moeten beginnen met een kleine camion te rijden en dan geleidelijk opbouwen naar een grotere. Maar ze komen van school en ze willen onmiddellijk al met een grote vrachtwagen rijden. Omdat het valt meer op, het is een grote wagen. En natuurlijk, ze zijn meer een grotere man. Maar als ze met een kleine wagentje rijden, zou veel beter zijn, veel veiliger. Dan zouden ze toch tenminste leren met een kleine. En de baan leren kennen al. Terwijl dan ze nog maar net al de rijbewijs hebben van een auto.
Die ondervinding hebben ze nog niet. En toch mogen ze in een grote vrachtwagen stappen. Ze zouden in feite moeten hun vak kunnen, volledig. Aangezien dat ze met de bewijzen op zak zitten. Ze zitten met de bewijzen op zak. Het rijbewijs is er. De vakbekwaamheid is er. Onder andere nog een ADR-attest voor gevaarlijke goederen te voeren. Ze hebben alles in de hand. Zodat ze mogen doen. En ze niet meest ervaring. En ze doen dus om het twee moeten leren. Dan moet men de jonge mensen een kans even voor te leren. En ten koste van ons. Ik heb het over zoveel jaren hier gehad in de bureau. Iemand die me kwam vragen voor te komen rijden. De jongen zegt, ik zeg tegen die jongen, heb je al gereden? Nee, ik heb nog niet gereden. Ja, zegt hij, ik zal toch een keer moeten leren. Nee? Ik zeg, goed, oké, ik zal de eerste zijn om u te leren. Maar ik zeg, dan is ook mijn vraag, ik ben je vader niet, voor naar school te gaan en voor te betalen. Ik ben je vader niet. Je vader heeft betaald voor het school, maar ik ben je vader niet. En nu is mijn vraag, wie gaat dat leergeld betalen? In Vlaanderen zijn er 4 opleidingsmogelijkheden voor truckers. Chauffeurs die via rijscholen hun rijbewijs C halen, kunnen al na 8 uur opleiding de weg op. Een beroepsopleiding via het secundair onderwijs duurt 2 jaar. Volgens de coördinator biedt deze opleiding wel voldoende garanties. Dat is meer dan alleen maar enkele rondjes. Een parcoursje rijden tot we naar het examen gaan. Naast het eigenlijke rijden ook heel belangrijk manoeuvreren. Ook heel belangrijk rijden in geladen toestand. Leren de vracht behoorlijk laden. Veel accidenten gebeuren trouwens door een loskomende lading, een slecht gestouwde lading. Dat is een totaalpakket. En ook de ingesteldheid. Gasten moeten naar dat beroep toe een stuk kunnen leven en een bepaalde levensfilosofie, een bepaalde levensstijl, een verantwoordelijkheid aannemen die zij niet in enkele weken kunnen krijgen. Een vrachtwagenchauffeur die vandaag bij een transportfirma solliciteert, kan morgen aan de slag. Volgens de chauffeurs is dat een gevaarlijke situatie. En dat er allerlei slecht gemotiveerde en slecht ervarende mensen op onze markt zitten. En dat is natuurlijk het probleem, gezien de ongevallen die gebeuren. Het is niet altijd te weten aan de technische toestand van de voertuig, maar het is vaak aan de onwetendheid van de mens. Het is zo dat er sinds een paar jaar een tekort is aan chauffeurs. Het is zeer moeilijk om volwaardige, gemotiveerde chauffeurs te vinden. En dat dan de verleiding groot kan zijn om een, tussen aanhalingstekens, misschien minder goed element toch aan te werven. Het aantal uren dat de trucker mag rijden is door de overheid beperkt. Toch hebben de bestuurders dikwijls een moordend dagritme door de lange wachttijden bij het laden en het lossen. Ook dat is niet bevorderlijk voor een veilig verkeer. Er wordt te veel druk uitgeoefend om de goede reden dat ze geen rekenschap van houden met de chauffeur. Dat ze 4, 5 uur of 6 of 7 uur gereden hebben. Dat ze aankomen in een bedrijf. Dat ze gewoon wat bekeken worden, precies like als ze niks zijn. Zet hem maar op de kant en dan gaan we een keer kijken wanneer hij gelooien. Dat gaat niet meer op tegenwoordig. Zeer veel fabrieken, spijtig genoeg, moet men vaststellen dat de chauffeur tamelijk lang moet wachten eer dat zijn voertuig ofwel geladen ofwel gelost wordt. Ik denk dat daar een probleem is, een communicatieprobleem. Hij komt wel op tijd, maar om een of ander structureel probleem binnen de fabriek zelf kan zijn voertuig niet tijdig geladen of gelost worden. Ik denk dat we meer moeten evolueren naar vormen van partnership tussen de opdrachtgever en de transporteur of chauffeur. Touringmobil is meldt een ongeval op de Antwerpse ring in Merksem. De rechterreis ook is een versperd richting. Het Belgisch wegvervoer stelt 36.000 truckers te werk. Vrachtwagens maken 9% uit van het wagenpark en zijn verantwoordelijk voor 13% dodelijke slachtoffers. Gerard van den Bossen is al 30 jaar trucker. Voor hem is de maat vol. Tot over 5 jaar vond ik het heel goed. Geen thuisdruk. Ja, je wordt eigenlijk gerust. Je moest enkel een beetje aan het duren bij de klant zijn, een beetje goed werken. Maar nu, met een tijdsrug erbij, met de controles onderweg. Want soms denken wij dat wij, vooral nu na zo'n paar zware ongevallen, dat wij opgejaagd wild zijn. Hè. Dus je krijgt diverse controles van Rijkswacht en politie. En als ik nu moest kunnen herbeginnen, ik denk dat ik iets langer naar school ging en dat ik toch niet meer achter dat stuur zou krijgen. De zware ongevallen hebben heel wat losgemaakt.
Er wordt een ronde tafel voorbereid waar nieuwe voorstellen zullen worden besproken. Een van de mogelijke maatregelen is de verplichting dat truckers 50 meter afstand moeten houden. Oh, die 50 meter, dat is ondoenbaar voor ons. Ik ga je zeggen, wij zitten met een snelheidsbegrenzer. En als we dus willen inhalen, dan moeten wij al zo kort mogelijk tegen een vrachtwagen gaan rijden en dan inhalen. Dan proberen we voorbij in te halen. Maar wat heb je dan bijvoorbeeld? Die auto's die komen agressiever over met die begrenzer. Dus die blijven achter ons en zodra ze beginnen te klaksoneren, te flikken met de licht en zodra ze zijn, dat wij voorbij gestoken zijn, dan heb je sommige personenwagens, dan hebben ze nog de neiging dus om voor u te rijden en wat te remmen. Dus voor u te doen remmen eigenlijk, voor te zeggen, kijk, wat steekt hij hieruit met ons? Maar je kunt dat niet aan doen. In Zwitserland en Oostenrijk is er een beperking op het 's nachts rijden van vrachtwagens. Een verbod in ons land is volgens de truckers niet haalbaar. Als je nu ziet overdag, en er zijn veel collega's die vannacht al vertrokken zijn, als die allemaal vanaf, laat ons zeggen, zoals in Zwitserland, 's morgens 5 uur mogen vertrekken, dan vrees ik dat we hier echt monsterfiles gaan krijgen. Hè. Ook de discussie rond de signalisatie is volgens de truckers niet de kern van het probleem. De signalisatie is perfect, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik heb deze week 3 keer over Brussel gereden. Die signalisatie is perfect. Niks op tegen. Wat is het probleem? Wij komen allemaal toe op een trachter. Daar zit het probleem in België. Als je dat vergelijkt met Nederland, dan leggen ze van die drempeltjes voor de wegen. Dus je kunt niet naar links. Onmogelijk. Volgens de chauffeurs moet er dringend meer respect komen tussen alle weggebruikers in het verkeer. Dus met een gewone wagen heb je kopboys. Met vrachtwagens wordt het niet allemaal. Dat wil ik wel toegeven. Een chauffeur die 100% zijn. Het 100 man die minder zijn. Met een gewone wagen heb je dat ook. Als die wagen thuis komt met dek, kom ik thuis met dek. Dat kapotrein heb je er nog niks aan. En die zaal moet je nooit riskeren. Dan. Komt die moe, dan stopt hij, dan slaapt hij. En dat, zo moet je dan mee leven met zo'n wagen. Maar met zo'n ding speelde niet. Ja, meer wederzijds begrip zal een flinke stap zijn. Maakt dat de weggebruikers maar duidelijk in deze tijden van verkeersagressie. We onderbreken Telefax even voor enkele mededelingen en zijn er zo meteen weer met deel 2 en deze bijdrage. Mismeesterde patiënten dagen hun artsen voor de rechtbank en eisen een schadevergoeding. Durven artsen nog te opereren? Als er niet iets verandert, dan denk ik inderdaad dat het risico bestaat dat we op termijn naar Amerikaanse toestanden zouden kunnen evolueren. Sadomasochisme. Wat zoeken ze in vernederingen met zweepjes en kettingen? Als ik zanderdaags ga zitten en ik heb pijnlijke billen, is dat alleen maar lekker. Oh, eindelijk bergaf. Nu ga ik hem voorbij kunnen. Kijk, voilà, ik ga hem voorbij steken, hè. Ik steek hem voorbij, zeg, hé. Alleen maak de kinderen wakker, dan zien ze mij voorbij steken. Kinderen wakker worden, papa steekt voorbij. We gaan hem voorbij, zeg, hé, daar gaan we, hè. Nee, papa, steek hem voorbij. Ah, nu word je wakker, nu. Maar doe het dan toch, doe het. Ja, maar dat is niet dezelfde, dat is een andere. Die hebben dat niet gezien, zeg. Hé, hey, dat Uila, wat krijgen we nu? Of enfin, maar ziet die rijden, hè? Moet je dat maar... Uitblazen. Tijd voor een Royco Minute Soep. Vanaf 1 oktober gaat een nieuwe wereld voor u open. Het laatste nieuws en de nieuwe gazet reizen vanaf woensdag 1 oktober met u de wereld rond met de Atlas van de Wereld. Een boek vol reliefkaarten, typische weetjes over elk land en kleurrijke afbeeldingen. Elke woensdag en vrijdag vindt u een nieuwe aflevering in de krant. 8 pagina's op kwaliteitspapier en dit 10 weken lang. Mis daarom vanaf woensdag 1 oktober het laatste nieuws en de nieuwe gazet niet. In samenwerking met Sabena. Waarschijnlijk zijn wij de nummer 1 in de Europese keukens geworden omdat wij net zoveel houden van lekker koken als u. Siemens, wij zijn thuis in uw huis. Zo meteen aandacht voor het SM-dossier, maar eerst naar de medische wereld. De burger wordt mondiger, hij komt meer en meer op voor zijn rechten en dat is ook te merken op medisch vlak. De tijden dat patiënten zich neerlegden bij een foutgelopen behandeling is voorbij.
Op dit ogenblik lopen meer dan 100 rechtszaken van patiënten waarbij artsen beschuldigd worden van medische fouten. Slachtoffers van medische blunders hebben zich zelfs al verenigd in een belangengroep. De dokters van hun kant zien zich genoodzaakt al maar duurdere verzekeringen af te sluiten om zich in te dekken tegen eventuele beroepsfouten. Bij sommige geneesheren leeft de vrees dat we hier evolueren naar Amerikaanse toestanden waar om de haverklap processen aangespannen worden tegen artsen. Medische blunders, een reportage van Jan van der Zwalmen. Raymond van Woensel zit in een rolstoel. Zijn gelaat is verlamd. Hij kan maar moeilijk praten en heeft bijna geen controle meer over zijn ledematen. Maar 5 jaar geleden was Raymond nog een sportieve man. Hij was gelukkig getrouwd en een trotse jonge vader. In 92 wordt hij geveld door een hersenbloeding, maar Raymond herstelt bijna volledig. Omdat hij een kleine handicap aan de hand overhoudt, laat Raymond zich door een andere arts overhalen tot een hersenoperatie. De arts blundert. Ik werd wakker en ik voelde meteen dat ik op een andere arts was geopereerd dan aanvankelijk was afgesproken. En, maar ja, ik vertrouwde de arts volledig. Maar via de EEG, iemand die daar stond, ben ik te weten gekomen dat de operatiezaal vol stond met genodigden. En nadien heb ik vernomen, dat geeft hem zelf toe, dat de plaats waar hij heeft geopereerd verboden is. Raymond spant een proces aan tegen zijn arts. Hij vindt dat hij het slachtoffer is van een medisch experiment. Ik denk dat ik slachtoffer ben geworden van iemand die wil bewijzen naar anderen dat hij iets beter kon dan bijvoorbeeld Leuven. Die zei we overdreven niet. Maar er zijn meer gevallen van medische blunders. Ook Brigitte Moret uit Gent kreeg te maken met een slordige arts. In een klein ziekenhuis moest ze een banale gynaecologische ingreep ondergaan. Het is misgelopen na de eerste operatie, heb ik een aanvankelijke bloeding gedaan. Dan hebben ze proberen de gynaecoloog op te bellen. Die vonden hem niet. Dan is hij na een tijdje afgekomen. Maar die vond dat het niet nodig was voor terug in te grijpen. En het zijn serieuze discussies geweest tussen de anesthesist en de gynaecoloog. Een week later wordt mevrouw Moret opgenomen met een zware bloeding in de spoedgevallen. Er volgt een tweede operatie. Na 2-3 uur waren er terug klachten en de verpleegster heeft de gynaecoloog opgebeld, maar hij was in consultatie en dan stuurde hij zijn zoon die nog geen arts was. Mevrouw Moret wordt voor een 3e maal geopereerd en dat kost haar uiteindelijk een eierstok. Maar dat laatste komt ze pas weken later te weten. Ze is verontwaardigd. Het minste is als je een orgaan wegneemt dat het toch de patiënten verwerkt. Mevrouw Moret eist nu een schadevergoeding. Haar verbazing is groot als ze merkte dat haar gynaecoloog al verwikkeld is in een ander geval van vermeende medische fout. De getraumatiseerde moeder wil liever niet praten, maar de vader wel. Mevrouw was zwanger van 2e kindje en het was wel heel duidelijk dat ze een risicopatiënte was. En in het ziekenhuis zijn er dus duidelijk complicaties opgetreden. En er was ook niemand op de hoogte van het dossier van mijn vrouw, het medisch dossier althans. En de dokter is eigenlijk zeer laattijdig verwittigd geweest door het personeel en is laat gekomen, want er was dus een baarmoederscheur opgetreden, waardoor er dus zuurstofgebrek ontstaat. En ons kindje is met 1/2 uur zuurstofgebrek geboren en nu zeer zwaar fysiek gehandicapt. De voorbije jaren stapelen de klachten over medische blunders zich ziender ogen op. Duidelijk cijfermateriaal is er niet, maar er zijn naar schatting enkele honderden rechtszaken bezig omtrent medische fouten. Toch ziet de orde van de geneesheren geen reden tot paniek. Dat het aantal schadeclaims toeneemt, lijkt mij de evidentie zelf. Dat is een multifactorieel iets. Je noemt de grotere mondigheid, het grotere aantal ingrepen. Er zijn een hele reeks redenen waarom het aantal klachten toeneemt. Denk ook, als je eventjes een korte berekening zou maken, 40.000 artsen, 1 fout,
om de 10 jaar. Niet veel toch, lijkt mij. 40 jaar praktijk. Ja, dan komt hij op 4000 fouten, denk ik. Hè? 4000 fouten per jaar. Mogelijk is het huidige aantal schadeclaims maar het topje van de ijsberg. De slachtoffers van de blunders voelen zich nog eens extra gestraft door het juridische gehakketak bij een schadeeis. Ondanks de duidelijke medische fout en een eerste uitspraak waarbij een vergoeding van 43 miljoen werd toegekend, krijgt de familie Rijkaard uiteindelijk geen schadevergoeding. De onderzoeksrechter die duidt 3 onafhankelijke experts aan, professoren in de gynaecologie, en die maken een rapport op waarin de arts duidelijk in fout wordt gesteld omdat hij te laat aanwezig is geweest. De zaak komt voor de rechter en de eerste rechter besluit eigenlijk heel duidelijk dat de dokter nalatig is geweest, waardoor er schade is. De arts gaat in beroep en heel eigenaardig, er zijn totaal geen nieuwe feiten. De tweede rechter beslist dat de dokter wordt vrijgesproken. Luc Rijkaard wil deze laatste uitspraak vernietigen. Maar zelfs al lukt hij daarin, dan moet hij toch de hele rechtszaak overdoen. Een jarenlange lijdensweg. En ook Maria Meuwissen weet alles van slepende rechtspraak. 7 jaar geleden werd ze verkeerd geopereerd. Ik lag met buisjes in mijn neus. Ik lag met buisjes aan weerskanten van mijn buik. Ik lag met een blaaszonde. Ik dacht, niet mijn mee is gedaan, dacht ik. Dat blijkt dat ze mijn urinekanaal 8,5 cm kapot gedaan hadden. En dat ze een slagader hadden overgesneden. En dat ze een prop wat hebben laten zitten van de eerste operatie volgens mij. Want toen had ik heel veel bloed verloren. Experten spreken van een duidelijke blunder. Maria wil de beroepsfout aanklagen en vraagt haar dossier op. Maar dat lukt niet zo vlot. Dan ben ik naar de gynaecoloog die mij de eerste geopereerd heeft gegaan. En ik heb achter mijn dossier en mijn foto's gevraagd. En hij zei, ik heb die niet. De neuroloog heeft die. En toen ben ik naar de neuroloog gegaan en die, ja, zegt hem, kom er binnen. En die heeft een schuif opengetrokken en hij zegt, de foto's zijn weg en het dossier is gepikt. Alles is gepikt. Ik zeg, ja, maar dat vind ik toch wel erg. Ik heb toch recht op mijn dossier en op mijn foto's. Ja, excuseer mevrouw, ik vind het zelf heel erg, maar het is gepikt. Ook de familie Moret verzinkt in een jarenlang proces en krijgt bovendien te maken met druk van buitenaf. Ik ben bij de gerechtelijke politie geweest. Daar hebben ze mij de raad gegeven. Dus dat was door een onderzoeksrechter opgelegd dat de laatste klacht was dat ik mocht neerleggen. Dat ik geen klacht meer tegen de dokter mocht neerleggen. Maar ik denk dat een onderzoeksrechter beïnvloed was door de dokters. Moe getergd en verontwaardigd kiezen sommige slachtoffers om zich te verzetten. Ze richten de VZW medische fouten op. Stichter is Jean Rodriguez, zelf zwaar getroffen door een medische blunder. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, j'ai perdu mon fils de 16 ans dans ce qui devait être une simple, une banale extraction de dents de sagesse. Mon fils est décédé sur une table d'opération, donc par manquement d'un dentiste qui s'est trompé de produit. Suite au drame que nous avons vécu, à ce moment-là, moi j'ai essayé de faire la démarche au plus vite. Je croyais que le procès devait durer simplement une formalité, puisque la culpabilité était nette. Je me dis, bon, ça ne va pas durer longtemps. Mais il s'est fait qu'on s'est retrouvé avec toute une procédure très lente et très lourde, dans laquelle il y avait une incompréhension totale de la part des médecins et de certains pouvoirs judiciaires. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait réagir. Et c'est pour cette raison-là donc qu'on a créé l'association donc Erreur Médicale. De VZW medische fouten verzamelt in een mum van tijd 600 medische klachten. Er is dus duidelijk een behoefte. Ze bellen ons met honderden vragen. Ze weten dus totaal niet wat ze kunnen doen, welke stappen ze kunnen zetten. En voelen zich meestal volledig in de kou staan. Van hieruit geven wij hun dus de informatie wat ze kunnen doen, of ze een advocaat zou moeten raadplegen of niet. De VZW medische fouten heeft geen winstoogmerk,
Maar ook bedrijven met winstbejag zien het gat in de markt. Euroclaim is een commercieel bedrijf dat schadeclaims tegen artsen op zich neemt. Als ze het proces winnen, moet de patiënt tot 1/4 van zijn vergoeding afstaan aan Euroclaim. Een bijna Amerikaanse toestand. Hij heeft niks met Amerikaanse toestanden te maken trouwens. Er zijn heel veel mensen die nog altijd met schrik in het achterhoofd lopen van wat gaan wij dat kosten? Of die zeggen van ja, wij durven die stap niet zetten, want waar gaan wij uitkomen? En Euroclaim denkt hier de oplossing gevonden hebben voor die mensen te zeggen van oké, wij werken op no cure, no pay, resultaatsgebonden. Wat wil zeggen van oké, op het ogenblik dat u een schadevergoeding gaat krijgen, dan krijgt u pas de factuur die in verhouding staat met de schadevergoeding die u gaat ontvangen. Zodat die mensen op voorhand, als zij beginnen aan een procedure, zeker zijn dat ze niet meer in financiële kader blijven zitten. Euroclaim kreeg het aan de stok met de advocatuur en stopt tot nader order de activiteiten in België. De problemen bij het indienen van de schadeclaims blijven verder duren. Het probleem is vooral eigenlijk vanaf het begin dat men niet weet wat er eigenlijk juist gebeurd is. Bijvoorbeeld iemand denkt dat hij het slachtoffer is van een medische fout na een operatie, maar hij weet niet wat er eigenlijk juist gebeurd is tijdens die operatie. Hij heeft geen rechtstreeks inzagerecht in zijn medisch dossier. Hij kan niet bij zijn arts terecht, want meestal neemt hij een defensieve houding aan, die arts. Hij weet niet wie dat de fout juist heeft begaan. Is het de chirurg? Is het de anesthesist? Is het een verpleegkundige? Hij kan eigenlijk, binnen het ziekenhuis heeft hij eigenlijk geen duidelijk aanspreekpunt waar hij terecht kan om meer informatie. Klopt hij bij zijn arts aan, dan is die eigenlijk bijna verplicht om geen informatie te geven, omdat hij verzekeringsrechtelijk zijn aansprakelijkheid niet kan erkennen. Ook de artsen hebben dus problemen met de schadeclaims. Een arts is normaal verzekerd tegen een eventuele beroepsfout, maar de verzekeringsmaatschappijen stellen zich alsmaar moeilijker op. Als er niet iets verandert, dan denk ik inderdaad dat het risico bestaat dat we op termijn naar Amerikaanse toestanden zouden kunnen evolueren. Er zijn blijkbaar al enkele schadegevallen uitgesproken waarbij de schadevergoeding meer dan 100 miljoen bedroeg. Dus stel u maar even voor dat u voor 10 miljoen verzekerd bent en u krijgt een schadeclaim van 100 miljoen te verwerken. Het is evident dat gelijk welke arts daardoor geruineerd is en zijn familie met hem. In medische kringen wordt nu druk gezocht naar een oplossing om een ontsporing van de schadeeisen te voorkomen. Maar de slachtoffers van medische blunders zijn het geduld en het vertrouwen allang kwijt. De gynaecoloog zelf zegt ook dat ze mee moeten betalen. Maar als de verzekering niet wilt, ja, maar daar ben ik wel vet mee. Hè. En daarom, ik heb helemaal geen vertrouwen meer in dokters. Heb je eindelijk teruggezien? Je was weer vrolijk alsof er niets gebeurd was. Vertrouw me hem volledig. En ja, dat vertrouwen is waarschijnlijk fataal geworden. Ik wilde niet dat mijn zoontje een gehandicapt vader was. Niet aanvaardend, denk ik. Want hij maakt tekeningen waar ik in de rolstoel zit. Maar voor mij is het nog altijd heel, heel zwaar. Te meer omdat ik mijn leven wou geven voor mijn zoontje. Het juridisch dispuut rond medische fouten. Naar een heel andere juridische discussie nu, die rond SM, sadomasochisme. Waar ligt de grens van het toelaatbare bij mensen die hun seksueel genot zoeken in pijn en vernedering? Vandaag was er een opvallende uitspraak van het Hof van Beroep in Antwerpen. Een man uit Mechelen, rechter van beroep, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor SM-seks met zijn vrouw. Volgens de rechtbank gingen de SM-praktijken te ver. De man wordt ook voor enkele jaren uit zijn rechten ontzet en zal dus een functie van rechter niet meer kunnen uitoefenen. Vorige week was er een uitspraak van de rechtbank in Gent waarbij gesteld werd dat SM tussen meerderjarige partners niet strafbaar is als het gebeurt met de instemming van die partners. Maar, en dat blijkt vandaag, te ver is blijkbaar te ver. Hoe moeten we de gerechtelijke uitspraken interpreteren? En is SM zo onschuldig als de deelnemers beweren? In de volgende reportage van Monica Moritz hebben we al te expliciete scènes achterwege gelaten. Toch kan het taalgebruik en de suggestie gevoelige kijkers choqueren. Het Antwerpse Hof van Beroep heeft de Mechelse rechter Conrado Rousseau vandaag tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het toebrengen van slagen en verwondingen tijdens SM-sessies met zijn vrouw Maria.
Maria liet zich brandmerken, met naalden doorboren en met tepelklemmen ophangen. Alles werd gefilmd, maar de video's werden in beslag genomen. Voor het Hof van Beroep bewezen de opnamen dat de pijngrens van Maria was overschreden en de menselijke waardigheid aangetast. Hebt u er nooit aan gedacht dat videobanden u zouden kunnen verraden? Maar die staken bij ons achter slot in grendel. Maar die hebben ze opengebroken. Dat kastje hebben ze opengebroken. Hoe belangrijk was het voor u om daar opnames van te hebben van uw SM-beleving? Omdat we dat af en toe wel eens graag bekeken. Ja, het was zelfs zo, na die eerste video, dan elke keer als ik ging slapen, vroeg Mark dat zet die video nog eens op. En zij bleef die dan nog eens bekijken, terwijl ik al gaan slapen was. Zonder de inbeslagname van zijn persoonlijke videobanden zou de rechter vrijuit zijn gegaan. Door een huiszoeking komt zijn verborgen privéleven aan het licht en dat leidt tot zijn veroordeling. Alles wat gebeurd is, is gebeurd in pure privacy. In dit dossier. Niet in het dossier Gent, maar daar hebben wij nu niks mee te maken. Het is totale privacy, dus het is altijd tussen personen die een toestemming gaven in een privéruimte. En het is dus een zeer verregaande inmenging in het privéleven, dat wel. Met andere woorden, mensen zouden beter geen opnames maken van wat ze thuis doen. Het is alleszins een waarschuwing dat men zelfs in privésfeer nog altijd moet opletten wat men doet. Terwijl veel mensen denken, mijn privé is mijn privé. Of ik nu naakt in huis loop of doe wat ik wil. Hier heeft men gezegd tot op zekere hoogte ja, maar daarboven komen wij tussen. Het Gentse Hof van Beroep oordeelde eerder in de zaak van de Mechelse rechter dat SM tussen volwassenen niet strafbaar is als er wederzijdse toestemming is en als het over lichte slagen gaat. Tot op zekere hoogte kan iedereen met zijn lichaam doen wat hij wil. Maar in Antwerpen vindt het Hof dat harde SM de grens van het toelaatbare overschrijdt, ondanks de wederzijdse toestemming. Het zou hetzelfde zijn als ze zeggen, morgen we mogen eten, maar met mate. Dan moet ieder maar voor zichzelf uitmaken wat hij wil eten. En ik vind, ieder moet maar zelf uitmaken wat hij in zijn privéleven tenslotte wil doen. Hè. Met zijn eigen gevoelens. En het is heel moeilijk, volgens mij, voor een rechter om daarover te oordelen. Zeer moeilijk. Interdire tel ou tel acte sexuel entre adultes consentants, c'est une atteinte une atteinte aux droits de l'homme, je dirais. Mais oui, tout à fait. Mais c'est vrai. Franchement, si on t'interdisait de faire l'amour, tu trouverais pas que c'est une atteinte à tes droits? Quoique, quelles que soient ces pratiques, aussi aberrantes qu'elles soient, dès l'instant où les gens sont adultes, et consentant, il est tout à fait anormal qu'un texte de loi quelconque puisse leur interdire de se livrer librement à leurs pratiques sexuelles. Rond sadomasochisme hangt een waas van geheimzinnigheid. Het vrijwillig incasseren of toedienen van pijn als een vorm van erotisch genot blijft taboe. Beoefenaars van SM verbergen hun bizarre verlangens liever. Viviane is een domina of meesteres. Ze geeft aan haar zogenaamde slaven de pijn waar ze naar smachten. Je verlangt nooit om iemand te pijnigen. Hè. Je verlangt enkel maar naar iemand goed te doen, fijn te doen. Die persoon dat verlangt, daar geeft gewoon toe. Ergens is er nooit pijn. Je kunt prikkels krijgen van pijn, maar ergens is dat geen pijn. Want dat geeft fijne prikkels. Pijn. Over pijn wordt er nooit gesproken. Maar sadomasochisme wordt beschouwd als een seksuele afwijking of perversiteit, omdat de meeste mensen pijn en vernedering proberen te vermijden. Bij sadomasochisme gaat het meer concreet om een machtsverhouding. De ene heeft macht over de andere. En dat uit zich dan onder andere in plezier beleven, aan pijn doen of pijn gedaan worden. Alles wat je doet, waar dat je genot uit haalt, heeft toch niks met perversiteit te maken. Hè? Als u het fijn vindt en ik vind het fijn, wat is er dan pervers? Wat is er dan verboden? We zijn toch mensen, we mogen toch aan ons trekken komen op onze eigen manieren. Maria, de vrouw van de rechter, haalt genot uit elektrische schokken en laat ook haar schaamlippen dichtnaaien. Alleen de meest onwaarschijnlijke seksuele folteringen bevredigen haar. Wat denkt u van het argument dat u had een therapeut moeten opzoeken eigenlijk? Nee, want het is gewoon mijn geaardheid. Dus ik weet niet of het iets al
uitmaken achteraf? In het begin trouwens ben ik naar het centrum van een UiA geweest. Want ik begrijp dus ook niet wat dat zij daar nu plezierig aan vindt. Hè? Ik heb er gevraagd, ja, kun je mij dat uitleggen? Bestaat daar iets voor? Of ook zelf eventueel behandeling? Maar men gaat daaruit van het principe dat men seksuele afwijkingen niet behandelt wanneer de patiënt in kwestie zich daar goed mee voelt. Goed mee voelt en wanneer hij niet krijgt in contact te komen met het gerecht. Nu, dat is het laatste wat wij aan dachten, dat wij daarmee in contact met het gerecht zouden komen. Vindt u van uzelf dat u een afwijking heeft? Nee. Ja en nee. Ik zal zeggen, ik heb het jaren verdrongen. Maar het zat wel als kind in mij. En is de... Als u zegt het zat als kind in u, bedoelt u daarmee dat u in uw kinderjaren mishandelingen heeft ondergaan? Nee, nee. Helemaal niet. Maar de gedachten waren... Als ik aan seks dacht, dan kwamen die gedachten er automatisch bij. Ik denk dat het allemaal uit de kinderjaren komt. Alles. Wat met SM te maken heeft en al het fetischisme, dat heeft allemaal met de opvoeding te maken en dat zijn... Ja, overblijfsels. Uitlopers van uw jeugd, denk ik. In de heel vroege opvoeding van de mens zijn er fases waarin dat een zekere vorm van pijngevoeligheid heel belangrijk is. En dan spreek ik op heel jonge leeftijd van 2, 3 jaar. Hè. Maar normalerwijze groeien mensen daar overheen. Vanuit de omgang met de opvoeders die men gehad heeft. Maar het kan zijn dat men die liefdevolle omgeving niet gehad heeft. Het kan ook zijn dat men gruwelijke dingen zelf heeft meegemaakt, altijd in de vroege jeugd, die zodanig sporen nalaten dat men er later dwangmatig terug naar op zoek blijft gaan. Ook Robert houdt van aarde extreme SM. Hij is al 11 jaar slaaf. Voor Robert is sadomasochisme een spel van pijn en vernedering en daaruit putt hij een onbeschrijfelijk gevoel van voldoening. Maar ik heb misschien het grote geluk gehad, tussen aanhalingstekens of tussen vraagtekens, van de eerste keer heel hard behandeld te zijn geweest. Wat is dat dan, heel hard behandeld? Dat ik op een bepaald ogenblik in de takels hing en dat 3 meesters met 3 verschillende zwepen bezig waren op mijn lichaam. En je vond dat gelijk leuk? Vertel eens welk spel dat is. Het is een spel van vrijwilligheid. 2 mensen die elkaar tegenkomen en die gelijkgestemd zijn en die beslissen van aan SM te doen, het is inderdaad een spel. Je bent misschien wel met de seksuele organen bezig, maar het is geen seks. SM is geen seks? Het is geen seks. Als ik het fijn vind een zweep op mij te voelen, dat prikkelt mij. Maar wie zegt dat ik wil neuken? Wie zegt dat? Nee. Dat kan enkel in mijn hoofd zijn. Mijn fantasme bouw en dat gebeurt en ik geniet daarvan. Waar liggen jouw grenzen? Vrij ver. Ja. Ik ben, laten we zeggen, een beetje een totaalslaaf. Ik laat gewoon alles doen. Ik zou tegen jou zeggen, ga op de grond en lik de vloer. Doe je dat dan? Doe ik. Heb ik gedaan. Waarom doe je dat? Omdat ik daar ergens een psychische kick van heb. Van die onderworpenheid. Het is die onderworpenheid van haar slaven waar Roxanne het meest van geniet. Roxanne is een professionele domina. Ze is transseksuele en houdt er zelfs een persoonlijke slaaf op na. Ze houdt ervan hem te kwellen om zo haar machtspositie te bevestigen. Ja? Ja, meester. Homme, ce n'est pas forcément le plaisir de faire mal, c'est le plaisir de mesurer le pouvoir que l'on détient sur quelqu'un, que l'on détient soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle, mais enfin, j'estime que plus un esclave est capable de supporter la douleur pour moi, plus ça veut dire qu'il a envie de moi. À partir du moment où j'accepte la domination de ma maîtresse, j'accepte automatiquement ce qu'elle peut avoir envie de me faire subir.
Le plaisir sexuel est une conséquence. Mais je puis affirmer, j'ai quand même connu quelques femmes dans ma vie, j'affirme que je n'ai jamais ressenti du plaisir sexuel aussi intense que lorsque je jouis dans la douleur. De meeste slaven verleggen steeds hun pijngrens. De zweepslagen worden harder. En het gebruik van tepelklemmen en stroomstoten wordt langzamerhand als normaal ervaren door SM-beoefenaars. Voor de buitenwereld overschrijden ze de grenzen van de menselijke waardigheid. Zij zien dat anders. Uw grenzen verlegt je samen. Dus vandaag kun je de eerste tepelklemmetjes fijn vinden en binnen een jaar kun je iets helemaal anders fijn gaan vinden. Grenzen verlegt je samen. Nou, ik kan me nog best herinneren de eerste keer dat er iemand om mijn borsten kwam. Dat was een aanraking met een vinger. Achteraf wordt dat een tong. Dan wordt er al eens aan gezogen. Dan wordt er in gebeten. Bon, ik denk dat tanden veel meer kunnen doen tegenover een tepelklem. Het is heel moeilijk voor iemand anders te zeggen, voilà, daar ligt de grens. Dat moet je zelf ervaren, dat moet je zelf beslissen. Er zijn grenzen, hè? Je hebt toch bepaalde pijngrenzen. Die kunnen niet overschreden worden. Gewoon niet. Ten slotte gaat je je niet echt kwetsen of laten doden. Maar rechter Rousseau geeft toe dat zijn videobeelden voor buitenstaanders gruwelijk en gewelddadig overkomen. En eerst om toe te geven, moest ik die filmen 10 jaar geleden gezien hebben. Ik zou er 3 nachten niet van geslapen hebben. Zelfs nu is het maar omdat ik mij de sfeer kan herinneren waarin het opgenomen is, dat ze draaglijk zijn. Want voor iemand die dat ongewild en ongevraagd en niet op de hoogte van het fenomeen nu geconfronteerd wordt, moet dat vreselijk overkomen. Dat ben ik niet om dat toe te geven. SM is gebaseerd op spelregels. Als een slaaf om genade vraagt, dan moet het spel ophouden. Vertrouwen in de meester speelt daarbij een centrale rol. Hij moet weten wat hij doet en zijn afspraken nakomen. Ik mag geblinddoekt in een kamer staan, niet weten wie er binnenkomt. Binnen de 5 zweepslagen weet ik of dat die man er iets van kent of niet. En binnen de 5 zweepslagen, als je het niet kan, dan zeg ik oké, stop er maar mee. Je kunt er niks van. En als je dan niet stopt? Dan heb ik pech. Je moet je eigen grenzen kennen en soms moet je al eens tegenover je slaaf die het ondergaat. Ja, moet je kunnen zeggen, hier ligt de grens, hè. Verder gaan we niet. Maria is ook opgetreden als betaalde slavin in een SM-club. Voor het gerecht staat dat gelijk met prostitutie. Voor SM-beoefenaars is SM geen seks en er is ook geen sprake van prostitutie. Dat was dus enkel SM, hè. Daar kwam achteraf niets bij. Dus puur SM. En waarom, mag ik vragen waarom dat tegen betaling moest? Het was eigenlijk oorspronkelijk niet de bedoeling. De bedoeling was trouwens maar dat het maar voor enkele weken zouden zijn, want zij zochten niemand. Maar als zij dan achteraf voorgesteld hebben, ja, wij zullen u betalen wat dat we anders aan die ander betaalden, dan hebben wij dat aanvaard. Ja. En dat is misschien een fout geweest, dat hadden we beter niet gedaan. Die fout werd de rechter fataal. Hij heeft gedurende die periode zijn vrouw regelmatig naar de SM-club gebracht en afgehaald. Men heeft aanvaard dat zij zich heeft geprostitueerd, dat had men ook in Gent aanvaard, want het ging om dezelfde dame. En hij heeft haar vervoerd. En daar was de vraag, het vervoeren van op zich, is dit voldoende strafbaar? Men heeft ja gezegd, met het fatale gevolg dat de wet daar zeer streng is en dat daardoor uw rechten om een openbaar ambt uit te oefenen worden ontnomen, wat betekent dat hij zijn beroep kwijt is. We nog aan toevoegen dat de rechter uit Mechelen zich niet neerlegt bij de uitspraak van vandaag in Antwerpen. Hij wil hogerop zijn gelijk halen en desnoods trekt hij naar het Europees Hof van Straatsburg. We ronden hiermee onze uitzending van Telefacts af. Bedankt voor het kijken en wat mij betreft graag tot morgen.
Weet u waarom ik altijd een doosje tic-tac bij me heb? Heel simpel. Zo'n kleine tic-tac verfrist mijn adem 2 uur lang. Bovendien bevat 1 tic-tac slechts 2 calorieën. Dus met slechts 2 calorieën, 2 uur tic-tac frisheid. Goed, hè? Tic-tac met slechts 2 calorieën, 2 uur tic-tac frisheid. Professor, you claim to have cloned an adult Opel Astra. Correct. If this is the case, then this car must be 100% identical. Identical to the last molecule, to the airbag, the power steering, central locking, electric windows, halogen. Professor, this car has a CD player and 6 speakers, and this has not. Ah, you noticed that. How do you explain it? Let us call it the evolution. Nu bij Pizza Hut de nieuwe Sicilian. Een unieke pizza met kruiden in de korst gebakken. Mmm, great. De nieuwe Sicilian. Heerlijk gekruid, ronduit lekker hoekig. Haar dat er zo natuurlijk uitziet met een haarspray, kan dat? Beeldjes in, een perfecte fixatie die gezond aanvoelt. Gedaan met het plakkerige en ongezonde gevoel. Nu is het nieuwe Pantene flexibele haarspray met elastesse. Dit unieke ingrediënt geeft een perfecte fixatie die natuurlijk beweegt. Terwijl sommige haarsprays plakkerig kunnen aanvoelen, houdt Pantene flexibele je kapsel soepel in model. Probeer nieuwe Pantene flexibele haarspray met elastesse. Voel je haar, niet je haarspray. Latoflex heeft een nieuwe beddenbodem met 220 steunpunten uitgevonden. Voor een ideale slaaphouding. Wings van Latoflex. Het eerste bed met reflexophanging. Nieuwe Colgate Sensation. Diep schoon. Nog nooit voelde u zo'n sensatie van intense frisheid. Nieuwe Colgate Sensation. Een unieke formule met zuurstofbelletjes die uw tanden grondig reinigt. Nog nooit voelde u zo'n sensatie. Nieuwe Colgate Sensation. Diep schoon. U leent geld voor een nieuwe wagen. Met sportvelgen, cd-speler, airconditioning, metaallak, getinte ruiten. Tja... En hebt u nog genoeg reserve voor uw Omnium-verzekering, de autotaxe, de wegenbelasting? Gelukkig heeft IPA daarvoor Full Option ontwikkeld. De autolening die alle kosten dekt. Vanaf nu heeft u de keuze. Nieuwe Pantene flexibele haarspray of Pantene fixerend. Voor elk kapsel is Pantene de juiste keuze. Vandaag iets over de generatiekloof. Wat is het verschil tussen een jonge, een rijpere en een oude Hollander? Ik weet niet. Kijk, als ze jong zijn, denken ze vooral aan hun boterham. Als ze rijper worden, lusten ze al eens een groen blaadje. En als ze oud zijn, nemen ze hun welverdiende rust. Jonge, belegen en oude Gouda. Wat je daar allemaal uithaalt... Hey dames, voortaan hoeven we ons geen zorgen meer te maken om een lekje of een vlekje. Je kan het gewoon vergeten, want EffiCapt van Nana is de oplossing om bloedingen efficiënt op te vangen. Kijk maar, zie jij een lek? Nee toch? Dus geen lekken, nog vlekken. Want met EffiCapt kan elke vrouw vertrouwen op Nana. Waar jij en ik aan denken is. Zweet breekt me uit. Ik zie daar meteen schaars geklede mensen. Oké, gaan jullie elkaar tutoyeren? Toch vanavond? We zullen het proberen. Voor de gelegenheid, oké. Cathy Pauwels en Danny Verstraeten spelen voor 300.000 frank ten bate van UNICEF. Zaterdag bij VTM. Na een lange strijd van dokter Bix heeft de directie van Chicago Hope nu toch haar toestemming gegeven voor een hersenoperatie van Erik. De jongen is geestelijk gestoord en alleen een operatie kan hem helpen. Maar het is een bijzonder risicovolle ingreep zonder garantie op een goede afloop. Terwijl je van de actie geniet, draagt Bodysoul zorg voor je lichaam. Aan Chicago Hope.